Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Het is vanochtend heel vroeg geworden. Jezus. Wacht, even mijn mondje laten eten. Ja. Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Het is ontzettend vroeg, maar Jury en ik zijn alweer onderweg. En we gaan vandaag iets heel handigs maken. Iets wat jullie allemaal super vet gaan vinden. En ook nog eens handig. En daar gaat Jury jullie nu iets meer over vertellen. We zijn onderweg naar de winkels. We hebben namelijk een magneet nodig, een plankje, een spuitbus met verf. En een wandopener voor een flesje. Ja, en nou verraad ik misschien wel een beetje veel. Maar dit is een ideale tip en DIY voor in de lente en zomer. En eigenlijk altijd wanneer je een flesje moet openen. Dit zijn de spulletjes die we nodig hebben. Ik heb hier een spuitbus. Dan kun je natuurlijk zelf kiezen welke kleur. Twee hele sterke magneetjes en een plankje. En de zaag ligt daar. Hidde gaat nu even een klein stukje afzagen van die plank. Want je hebt niet zo heel erg lang nodig. Pak een beetje 20 centimeter heb je maar nodig. Waar we hier het rode lijntje hebben gezet, daar gaan we de midden zagen. Dan is de bedoeling dat daar uiteindelijk ook de flessenopener op komt. Ja, de flessenopener laat nog even op zich wachten. Die is besteld en die is onderweg. Hier is buiten even het plankje aan het zagen en aan het opschuren. Dan kan ik jou even wat meer uitleggen over deze magneetjes. Dit zijn, komt ie aan, neodymium magneetjes. En die zijn echt klerensterk. En dat is exact wat je nodig hebt. Ik heb ze gewoon gekocht bij de HEMA voor een paar euro. En nou ja, juist omdat ze zo klein zijn en zo sterk, zijn ze ideaal voor dit projectje. Dat is echt serieus pijn. Het plankje is afgezaagd en geschuurd. Thanks daarvoor, heren. Nu is het tijd om het in elkaar te gaan zetten. Dat is heel erg eenvoudig. Je plakt namelijk deze twee magneetjes op de achterkant. En daar komt onze beste vriend weer van de afgelopen video's, de montagelijm. Duwt die magneetjes erin. Nou, eventjes laten drogen, je handen schoonmaken en dan kunnen we snel door naar de volgende stap. Ga je doen? We gaan nu mijn favoriete gedeelte doen. We gaan het een kleurtje geven. Om het simpelweg gewoon wat mooier te maken en wat strakker. Alright. Dat hebben we gedaan. Laten we het even 10 minuutjes drogen. En dan gaan we door naar de laatste stap. Namelijk de flessenopener erop bewerken. En we hebben een flessenopener. En die gaan we aan de voorkant gaan we die aan het plankje bevestigen. Dus kijk maar even mee. Nog even ter verduidelijking. De opener kan je voor 50 cent op internet kopen, dus je bent er eigenlijk helemaal niks voor kwijt. Natuurlijk kun je het plankje zo leuk maken als je zelf wilt, maar daar hebben wij geen zin in, want we hebben gewoon hartstikke veel trek in bier, dus tijd om het ding eens uit te testen. Nou Wit, trek die biertjes maar open. Zie je dat het een vuilnisbak is, heel duidelijk? Ja, natuurlijk zie je dat het een vuilnisbak is. Het is ook een vuilnisbak. Ja, oké, misschien een beetje onprofessioneel. Oké, we gaan even ergens anders naartoe. Is dit beter? Ziet dit er professioneler uit? Dat weet ik niet. You tell me. Hey, vertel, wat gaan we doen? Hoe werkt dit? Nou, zoals je ziet hebben we hem klaar. En nu is het een kwestie van het pulsje opentrekken en delen met je vrienden. Hang hem ergens op aan de muur. Hou hem vast als je het doet. Maakt ons allemaal niet uit. Maar zo werkt het. Dus je hebt het plankje, het biertje. Hop. En hij blijft zitten. Nog eentje. Ja, lekker. Jezus. Hop! Hoe zei ik dat? Maar hij werkt wel. Kijk, zoals je ziet blijven de dopjes gewoon aan het magneetje zitten. Hoe je het ook doet. Dus en waarom is het nou handig? Nou, heel simpel. Je hebt nooit meer rondzwervende dopjes, want ze blijven allemaal... Scène 8, take 3. Nou, je hebt nooit meer rondzwervende... En hoor ik jullie vast allemaal denken van, ja, wat is hier nou handig aan? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat je hebt nooit meer rondzwervende dopjes. Lekker.
Vond jij deze video nou handig en wil je meer van dit zien? Vergeet je dan niet even te abonneren. Laat een leuke reactie achter. Geef een duimpje omhoog. En dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig.